Ik kon nog een laptop leggen die kapot was, de kast was beschadigd en zo. Ik heb dat moederbord eruit gehaald en ik heb daar wat experiment mee gedaan en daar geef ik heel de tijd opzij gelegen. En op een zeker moment, ik zeg, ik heb nog een nieuwe kast staan. Ik zeg, waarom bouw ik dat niet in die kast? Ik heb dat in die kast gebouwd en ik heb daar een emulator van Amiga opgezet op dat moederbord en dat lijkt alles goed te gaan. Ik ga nu een demootje opstarten, probeer te laten zien hoe goed dat nog werkt. Een Amiga 1200 demo bijvoorbeeld. Ja, die Amiga-emulatie draait goed op dat moederbord. Ik ben er zelf van verwonderd. Maar alles wat je met een Amiga kunt doen, kan ik hier ook doen, maar veel beter, veel sneller. En beter beeld ook, hè. Je kan op een hoge resolutie werken. En ja, je ziet, bij mij gaat er niets verloren, hè. Normaal gezien zouden zulke moederborden op het stort belanden, maar ja, ik probeer er altijd iets anders mee te doen. Ik ga een keer een spelletje opstarten. Een van mijn lievelingsspelletjes, de Adams Family. Een joypad op aangesloten. Dat werkt goed. En dan een heel plezant spelletje, Adams Family. Maar ja, nu speel ik niet om te spelen, en gewoon om te demonstreren. Ik zie dat mijn autofocus af en toe mankeert. Ja, dat is een goede Amiga-machine. Ik ga daar ook veel mee spelen, denk ik, voor zo'n keer wat tests te doen. Ik heb daar een disk drive in gebouwd, een 880k van een Amiga met een interface die ik gemaakt heb. Maar blijkbaar is die drive kapot gegaan. Ik weet niet hoe dat komt. En kijk, hier zie je het interne van die pc. Ja, zo heb ik weer een Amiga bij. Allee, tot de volgende. Doei doei.